Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag en welkom bij Tak Avo, Liep Avo. Ik ben Bassie Nicole achter de camera. En we zijn live bij het BEF Centrum. Straks is er hier een wat ik heb begrepen, een pannieshow. Dus de voorbereidingen zijn aan orde. Maar we hebben nu, zijn onze Akatanen hier ter plekke. Tabassi Ramon ook. En iedereen gaat in de rij staan. Waarom? Omdat ze... Omdat iedereen officieel wordt ingeschreven. Iedereen kan doorlopen. Je weet welke kamer, toch? Is het? Ja. Breng, loop maar. Mag wel. Oké. Ja, je bent daar geweest. Ik kan hier. Ja, reken maar. Dan gaan we het wezen. We zijn nu even live op ons programma, meneer. En om de mensen te wijzen hoe wij allemaal lid worden. Ja. Jullie lopen het veel komen binnen dan? Nicole is hier. Ja, mag niet in beeld nog? Nee, je moet je gewoon sturen, juist. Oh, het is live. Nee, maar je gaat... Ja, ik word op YouTube gezet, jawel. Zeker. Ja. Is goed. Okay. Ja. Moet ik? U kent hem nog, meneer Mouton, de conferencier. Ja, jawel. Ja, veel praten. En nee, hij praat genoeg. Maar hij praat genoeg. Nee, maar het thema is tabassi voor het woord. Woord bij daad. Daad bij woord. Met de tovenaar van de BEP. De drijfmolen van de BEP. Broederschappen, eenheid en politiek. Vandaag brengen we officieel een paar mensen. Mm-hmm. Niet een paar, een aantal mensen willen zich dan inschrijven. Om te registreren. Ja. Inclusief u, hè? Ja. Want u heeft het al gedaan net. Yes. Ja. Okay. Ja. Dus jullie zijn nu allemaal lid van de BEP? Ja. Okay. Ik voelde me al BEP'er hoor, sinds vorige week. Oké, zie je wel. Jawel, oké. Okay. Ja? We zijn heel prachtige mensen, de mensen die hard werken en dat in orde. Jullie zijn erger dan burgerlijk staan. Mevrouw Canapé kan jaloers worden, hè? Okay. Alle apparatuur is er. Ja. Ziet er een. Zo. Ja, oké, okay, gaat u maar eerst. Hij is al geweest. Ja. Ja, ik ben gaan staan als een van onze dit van Akata. U wilde zonder? Nee. Nee, je zult er niet aan vallen. Je pet ervan af van denk ik. Parata. Mag ik het van nu even meneer Parata? Ja. Zo. Ja, dat was voiting. En dan kunt u uw formulier. Ja, mooi man. Dan kunt u formulier aan de mevrouw geven. Ja, ik kan ze zo in de rij laten zien. Ik heb dat net al gedaan. Ik maak ze letten. Nee, dat is niet erg. Volgende, wie is next? U kan gaan. Ja, u kunt gaan. Heeft u cup gepakt? Wilt u terug? Nee, maar ik volg. Ja. Pardon. Jij bent al geweest. Ja, heb je formulier al ingevuld? Ja. Oké. Okay. Next. Mooi man. Dat wordt professioneel gedaan. En zo gaat het tot ons aan toe. Als u uw inschrijfformulier niet van tevoren heeft ingevuld, kan dat gewoon altijd ter plekke. Als u geïnteresseerd bent en u denkt, ik wil, rijdt u maar nu naar BEP Centrum Efraïm Zegen. Efraïm Zegenweg 140, of ook wel bij de derde drempel. En dan kunt u ons joinen. Vandaag is de dag dat de lid worden kunt u elke dag, maar niet elke dag kan er een mooie badge gemaakt worden, een lidmaatschapskaart. Met een professionele foto, en zoals u merkt is iedereen blij met de gemaakte foto. En er wordt ook rekening gehouden met je wensen. Ja.
Terwijl de mensen foto's maken, ga ik u vragen, u woord bij daad. Dit is een lang gewacht moment, want u heeft al de hele tijd genoemd dat, gezegd dat u bij BEP gaat, maar vandaag is het dus echt officieel gebeurd. Hoewel, in hart was u al bij de BEP. Heb ik het goed gesteld? In hart. Ja, want vandaag gaat u, is de eerste dag dat u... Nee, maar dan hebben we officiële zaken. Dat bedoel ik officieel. Op papier gezet. Ja. En het is een stap, toch? Alles is een stap geweest. Ja. En er moet nog voorwerk zijn. En natuurlijk, juist vandaag voel ik me niet eens zo best. Ja. Maar ik ben op mijn bed. Dus is toch het woord bij daad voegen. Ja. En daarom staan we in de lange rij hier, dat mensen zich onder mijn leiding, of volgers tenminste, ja, zich dan als beppers gaan registreren en een pasje krijgen, officieel, met woorden van de partij. Oké, okay, ja, dankjewel. We gaan ook niet te lang online zijn, ja, dat mag ik wel even stellen. Oké, meneer Mouton filmt dat ook. Ja. Ja, gaat u gaan. Dus mensen. Het mooie is dat deze... Aanstaande beppers al een BEP-shirt hebben. Ja. Dit is mijn registreren nou naar mijn collega's. Dat is gewoon een BEP. Ja. Naar alternatief nou nodig. En ja, dus... In de rij, ga we weer naar buiten. We hebben ook vernomen dat nog een aantal mensen onderweg zijn. Ja, dan kan de rest even wachten hoor. Oh, even wachten. Oh, dan gaat hij, oké. Okay. Dan wordt het even wachten. En dan gaat de meneer uitprinten. En dan gaat hij zo meteen zien. We kunnen even wachten tot de eerste eruit is. Even wat koop ik hier aan die printen. Oké. Kan ik jullie dan nog weggeven? Oké. Dan denk ik dat we het hierbij houden. En ja, praten misschien met bepaalde mensen hoe ze denken. Oh ja, precies ja. Goedemiddag, jullie staan in de rij. Ik weet, ja, we zijn even live. Jullie staan in de rij wachtende om jullie badge te maken, ingeschreven te worden bij de BEP. Ja. Ja, ik ga vragen waarom kiest u voor de BEP? Ik heb dat meegenomen. Ja. Ja, op zijde ik kies voor BEP. Zo. Wel. Ik kies voor BEP dat ik een nieuw systeem in haar regering. Voor dat ik kan de oude partij zijn bekend sinds Bulanga. Dan omening de Chari, maar toch BEP de mina pas, because ik BEP ook, dus ik ben tevreden dat ik ook op BEP samen. Voor geen power in de regering, tak akachara, onder de Thank you. En we kunnen af en toe naar toe, hè? Ja. Toen maar dat de stand-by is, maar we konden jullie leiden, let's see, in een gebied voor jullie. Ja. Ik ga landelijk overal voor proberen te hebben. Ja. Ja. Ja, meneer, weet u bijvoorbeeld... Jawel, want u staat al in t-shirt. Ja, ja. Ja toch, dan wil ik weten, waarom heeft u voor BEP gekozen? Gado, you come out for BEP. Hey! Zaak! Voor hemzelf. Meteen, ik ben naar gebied voor de landelijk voor BEP. En ik ben naar Indies, Indies en ik ben naar Salamakasi. Salamakana, ik ben naar Salamakana. Ja, ja, ja. Maar hier is onze leider. Ja, ja, ja. Voorzitter. Ja, ja, ja. Hoe gaat het? Goed, hoe gaat het met u? Wel. Ja, we zijn live. Want die is welkom. Het is ook voor ons niet erg. Het wordt heel professioneel gedaan. Dat is een verrassing. Dat is een verrassing, man. Ja. Ik zou even komen waar ik ben naar het Nederland. Oh. Ja, en alle haar. Onderweg, alles goed. Wees die voorzichtig. Ja, 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 ja. Alles aan de zwak aan boven. Oké, oké. Yes, zo. Oké, ik praat even met Mouton. Het is ja, goed. Ja, ik vind het. Ja, ja. Zo. Oké. Okay. Ja, meneer Alfaro. Dat is een professor. Maar naar toe, maar helemaal naar niet tegen. Zeg dit eens, waarom heeft u voor de, die staat al mooi in BEP, waarom heeft u voor de BEP gekozen? Heel simpel, voor vooruitgang.
Want ik zie alles dat ze hebben om ons land voor het boost te geven. Ondervoorzitter, die kan zo zeggen, KBS, dus alles wat je gaat doen, moet je eerst goed nadenken, overleggen, praten en doen. Dus ik zie dat meer in BEP, dus daarvoor heb ik gekozen om een goede samenwerking te hebben met alle bevolkingsgroepen in Suriname. Om een juiste plan te maken hoe we onze land samen kunnen opbouwen. Dus dat is het in het kort. Oké, okay. Ja. Dankjewel. En dan ga ik heel even naar de jongeren. Ja, ja, de jongeren zijn tegenwoordig een beetje verlegen. Is niet erg, maar jullie zijn als jongeren, wat zijn jullie leeftijden? En jullie hebben voor de BEF gekozen, want jullie hebben net een foto genomen, iedereen heeft het kunnen zien. Ze praten weinig, maar ze doen veel. Ja. Ik ben Jennifer, ik ben 25. Ik ben 24. Ja, ik heb voor de BEF gekozen. Ik wil dat het nu iets beter, hebben. Wat vroeger niet gedaan werd, dat het nu iets beter zijn. En je gelooft dat de BEP daar... Vooral voor de jongeren. En je gelooft dat de BEP daarbij kan bijdragen? Ja. Oké. Okay. Mooi zo, dankjewel. Ik ga buiten bij de mensen. Ja, ik ga buiten bij de mensen. Want iedereen is weer naar buiten gaan, want we moeten heel even wachten. Want de eerste paar kaarten worden uitgeprint. Ja, en dan gaan de foto's weer gemaakt worden. En hier is er lekker eten. Ja. Ja, hier is er lekker eten. Dag mevrouw. Mevrouw, we zijn even live. Dag mevrouw. We zijn live. Er is zo meteen een panje-show hier, no? Ja. Ja, is iedereen uitgenodigd? Nee, niet iedereen. Oh, oké. Dat is een vrouwenaangelegenheid, hè. Oké, dan zeg ik niet. Oké. Maar zoals je ziet is de BEP heel actief. Er is altijd van alles te doen hier. Ja, is een hele, hele speciaal iets. Even maar met deze, hè. Presco. Ja, maar hij is eigenlijk de baas van de president van elkaar. Zo. We moeten alle gesprekken op te nemen. Er worden serieuze gesprekken gevoerd. We zijn heel even live, dan kom ik even naar meneer, om jullie te storen, we zijn live, kom ik naar meneer Paters, want dat stel ik aan iedereen. Waarom? Ik zie dat de kinderen, uw kinderen ook, jouw kinderen, onze kinderen, rondrennen, maar waarom heb je voor de BEP gekozen? Ja, bijna waarom niet, want kijk, ik zal mijn bril even afzetten, want die is een beetje gebroken, zeg maar. Kijk, de BEP heeft hele internationale waarden. Eenheid en broederschap, dat is eigenlijk wat er in de hele wereld nodig is. Alleen hier gebeurt het in Suriname. Ja. En de BEP komt gewoon met traditionele waarden en met eerlijke inborst naar voren in de politiek. En juist op het moment dat zij opengaan, kom ik de BEP tegen en ik geloof niet in toeval. Wil ik graag mijn steentje bijdragen aan een partij die gewoon ja, sowieso eerlijk is en ook het beste voor heeft met Suriname. We hebben nu meegemaakt dat er heel veel mensen praten vanuit een of ander clubje van we hebben dit en dat en dat in Suriname. Maar je ziet dat er alleen maar geroofd wordt. In mijn ogen wordt er alleen maar geroofd. En er is bijna geen partij meer te vinden die daadwerkelijk aan opbouwen wil doen. Er zijn er nog meer natuurlijk, maar... Ja, ik weet niet wat het is. Je zoekt waar je het beste thuis hoort, zeg maar, waar je het meest thuis voelt. En dat is bij de BEP. En ik denk dat als meer mensen even verder kijken dan hun neus lang is, dat ze zich ook thuis gaan voelen bij de BEP. Het is een hele open partij. Het is een partij die gewoon jouw denkkracht wil gebruiken. Dus ook jouw behoeftes naar 2025 en verder. Die kun je kwijt bij de BEP. Dan word je dus ook gevraagd van wat wil je, hoe wil je dat Suriname eruit gaat zien. En niet van we beloven dit, we beloven dat en we doen wat anders en we gaan voor macht. En dat is gewoon dat is een uitzondering daarin. Oké. Voor zover ik dat kan beoordelen. Maar BEP is een mooie partij. En mensen voor die gaan en voor heel, die, voor die, heel voor ja. Die BEP. Ik heb het niet eens over de leiders van de BEP, want die zijn ook uit de goede hand gesneden. Maar dan weet u hoe ik er tegenaan ga. Oké. Je gaat nog heel veel van BEP horen, maar zorg dat u er onderdeel van bent. Dankjewel. Yes? Ja. Meneer Asabina, hoe vindt u het vandaag? Ja, de mensen zijn aan het komen. Ik denk dat ze een beetje brak zijn van gisteren. Onze mensen. Heel een
Ja. Een mooie dag vandaag. Een dag na 160 jaar en Keti Koti. Ja. En vandaag is een dag welke we primair hebben gecreëerd om het lidmaatschap maatschapkaart te laten vervaardigen. En we zijn blij dat er wel leden komen om hun lidmaatschapkaart te laten maken, zodat men echt zich beter kan profileren als Bepper, de ambassadeurfunctie beter ter hand. En kan. Ja, dankjewel. Dan staat hier mevrouw Sherif van Berghout. Oké, dat wil je mooi zien. Mevrouw Sherif van Berghout, de voorzitter van de Kerk. Even kijken, ik wil je even het licht. Ik wil je mooi zien. Het ligt niet aan jou, het ligt aan het licht, aan de kant. Ja, maar zo zie je. Oké, zo, ja. Soort van, ja. Dag mevrouw Berghout. Oké. Okay. Nicole mag je zeggen. Oké, okay. We zijn hier op BEP Centrum. En jij bent niet zomaar iemand. Jij bent... Ja, nou ja, je bent aspirant. Je bent voorzitter van de Akata-kern van BEP. Jawel. Wat vindt u tot nu toe... wat is de vraag? Hoe ervaart u het geheel tot nu toe? Want Akata-kern heeft vorige week... woensdag, of deze afgelopen woensdag, een iets georganiseerd. Heeft u ook al kennis kunnen maken, want het is ook een mooie samenwerking met de BEP. Ja, en het was vanuit de kern Akata. U heeft dus duidelijk voor de BEP gekozen, heeft u een hand al uit de mouwen gestoken. En nu bent u hier om te seal the deal, zeg maar. Ja, maar wat vindt u van de BEP? Waarom heeft u voor de BEP gekozen en hoe vindt u het tot nu toe? Ik heb voor de BEP gekozen omdat de BEP, zoals iedereen het weet, onbevlekt is, zeg maar. En het is voor mij de enige partij waarin ik nog kan geloven. En die boodschap verkondig ik ook. Dus op die manier doe ik dat. Om die reden sluiten anderen zich ook aan, denk ik zo. Er zijn veel mensen die het vertrouwen hebben verloren in de politiek. En ik heb dat enkele dagen geleden echt wel zelf moeten ervaren. Kunt u een beetje in detail gaan? Niet echt. Oké. Okay. Nee, het is... Ik doe dat liever niet, okay. Omdat het niet zo prettig is. Maar vele mensen hebben dat. En ik denk niet dat je ze het kwalijk kunt nemen, want het is de realiteit. Alles is duur, het gaat slecht in Suriname. Maar er is hoop. Want BEP is er. Als je naar de BEP kijkt, is er. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké. Okay. Dan is het. We zijn live. Is onze live uitzending, meneer Mouton. Ik kom naar u toe. De man die graag praat. Dag meneer Mouton, dan gaan we met u afsluiten. We hebben nog drinken nodig. Meneer Mouton, ik wil even kijken. Zeg het maar. Nee, sorry, ik ga even een rondje draaien, want ik wil u heel goed kunnen zien. Ja. En het licht is een beetje. De mensen willen u zien, ik zie u goed. Ja. Hey, het gaat niet hoor. Ik zie alleen... Oh, het gaat de zon, dan moet u van achteren. Oh, zo bent u perfect. Ja, kan ik met dit toch? Dag meneer Mouton, de mensen kennen u al. Maar ze... hoe gaat het met u? Ja, heel prima, heel goed, heel mooi, fantastisch. U bent u bent van de BEP. Ja, ik ben en wij van de Akata Kern BEP kennen u heel goed, want we hebben heel veel contact met u gehad. Zeker weten. Ja, en u heeft ons ook mede deze dag helpen opzetten, om het zo te zeggen. Ja. Ja. Wat vindt u tot nu toe van de samensmelting van Akata? Ja. Ja, heel mooi en heel goed. Ik heb daarnet ook korte filmpjes gemaakt. Om de wereld te wijzen, vooral Surinamers, te wijzen waarmee we bezig zijn. Dat BEP op dit moment een van de beste alternatieven is voor Suriname. Ja. Omdat we alles in huis hebben. Begrijp je? Kijk, niet het, het velen is goed. Ja. Ik kan boren van alleen zien, zo groot, een grote pot, dan Amalala, in plaats van het kleine. Soms de kleinere potten zijn lekkerder. Mooi en dat is de BEP.
Qua de samensmelting vind ik heel prima en we hebben het gezegd, we gaan ervoor de nieuwe BEP. We hebben ons opengesteld voor iedereen. En daarom van hieruit zeg ik weer, mensen gaan de beelden zien waarmee we bezig zijn. Mensen gaan de beelden zien waarmee we bezig zijn. En ik roep ze nogmaals om aan te sluiten bij de BEP. Ja. Want men ziet de samensmelting aan van Akata en de BEP. Ja. We zijn niet één. Als het om BEP gaat, dan zijn we één. Ja. Dus dat is het. Oké. Ik ga je toch even op iets aandingen. Want je zegt van BEP is net een kleine potreis. Maar het is ook de bedoeling dat het een grote potreis wordt, toch? Tuurlijk! Oké, maar dan gaan we wel gaan zijn, toch? Dus als je met een restaurant gaat beginnen, ja, dan ga je klein beginnen. Maar later wordt het een heel groot ding. Ja. En dat is de BEP. Want we hebben alles in huis. En als de BEP groter wordt, dan blijft de kwaliteit behouden. Tuurlijk, toch? Dus het ligt aan de mensen daar buiten om zich aan te sluiten. Want als we hier, BEP is geen club hoor, moet ook gezegd worden. BEP is niet een club. Het is ook geen vereniging. Een club is het een groep geen mensen soos die bepalen. Ja. Maar wij hier bij de BEP, wij bepalen allemaal. Ja? Ja. Dankjewel. Doe. Ja, ik heb haar gezien, de Lady of the Hour. Dag mevrouw Gabrielle Wijnschenk. Ja. Het past bij de. De mensen hebben van uw speech mogen genieten afgelopen woensdag. En nu zien ze u hier, ik ga u zeggen. Ja. Even in het kort, waarom kiest u voor de BEP? En wat vindt u tot nu toe van wat u van de BEP heeft meegemaakt? De BEP is een geweldige partij. En ook een eerlijke partij. En ze doen wat ze zeggen. En ze zeggen wat ze doen. De BEP kan een handje bijdragen aan de economische situatie van ons land. En u gaat ook uw schouders eronder zetten om mee te helpen de BEP, de naam van de BEP uit te dragen. Zeker weten. Mooi zo. Maar ik ben hiermee ook mee. Oké. Ja. Dat wordt echt een. Dankjewel. Hoort u dat? Tabas heeft nu al. U heeft het al nu al drie keer gehoord. Nikeri. Dus blijft u ons volgen. Ik ga heel even naar mevrouw Gadden. Dag mevrouw Gadden. Jawel, ik ga u in beeld brengen. Ik wil u mooi in beeld kijken. Hoe gaat het met u? U bent ook hier. Ja, waarom heeft u voor de BEP gekozen? Oké, die kind. Even. Of bent u meegekomen omdat Tabassi Ramon Magnak erbij is en u heeft vertrouwen in Tabassi Ramon Magnak? Want dat kan ook gewoon. Ja, oké, kijk, ik was ook in de politiek, maar ik had een stapje achteruit. Maar nu ben je weer klaar. Ja, ik vind dat het land vraag en ik heb jou gekozen voor een vraag, ja. En ik vind en ik hoop dat we een betere een toekomst gaan hebben met met ja. Ik vind dat het een kwartier van partij. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Oké. Dan denk ik dat we het hierbij gaan laten. Ik weet niet hoe lang het duurt voordat de pasjes gemaakt worden. Ja. Oké, dus Iteka heeft sleutel aan BEP, Broederschap en Eenheid en Politiek. Welke bijdrage denk jij dat ik kan ja, ook toe naar BEP? Maar kom als een netwerk. Nee, als maar dat is. Als maar die zie. Je moet hebben wat kiezen scholen, of wat school, maar zo maar dat je
kiezen scoren. En sommige soort scoren kiezen. Hier aan de middelbare avond. Maar zo, we moeten haar keren naar op. We moeten haar celebraan dat niet zien. Ja? Ja? Ja. Oké, mensen. Je ziet dat. Waarom heet dat zo? Kun je sluiten aan de web? Smalai na pepsan kan sturen. Smalai na pepsan kan tja akkondere diskonten van juiste manier. En u ziet het. En aan de beelden zou we meki, dat we ziet dat. Kewe takin app groep, u hoor rekening in de soorten schoma disin. Kewe takin taal. Big up. Mame, schoa mooi dame, dat is een koe. En kies is score, kies is score. Yes, ma. Hoe was score, no? Ik ga waar, hè? Zo'n score, Hugo, mevrouw. Ik ga naar de universiteit. Ik studeer recht, bachelor in recht. Ja, en nu ben ik wel een strak. Maar dat is dat voor Sarah, hè? Nee, aan Sarah. Omdat de situatie vooral in het onderwerp in de tijd in Gomorrah waren. Ik kan het doen. Dat is 100%. Dus mensen. O follow da eles se tem o acordo do yes o grupo é muito bom já tá é aximualo o jeito dele é bravo já é aximualo fraco mas não é que me axe fraco mofrau we bent we mina nico fato roupas mina PR não vai estar aqui a semana por alô família social media alô a aku ni akata institute ok de grupo na aku ni akata institute ok and no no de mi grupo given por isso eu fui quando chatra eu me chatra bruto está fazendo isso por isso and está falando está estoura mamãe. Ei, ei, desse mais está a dar calma mãe mamãe. Só a nação e o cair a parte. Ele está aqui escuro e cair a parte. O dado bateria de fuso a parte. Eu tenho só escuro amigo. Já dá open. Okay, okay. He gave you. Okay. Não, a ideia para mim é na a carta com o meu nome para social media, tá? A ideia para mim é put web data para social media, já tá? If web go live, metem todos na mão go look to say the web go live, já tá? Isso é um score? Na Minok iskoro tapa ona versus dis mi leri na katakone so. Yes, yes, yes. Mi go na universiteit in katakone. Yes. Ja, mi studeer af ingenieur. Wow. Ja, na arrechting mi de wang kon woko na Sarah Kondre. Dus mi is arrechting biologie, ecologie. En mi moksi wang bigi bit 2 MSc's together. De first time, de first time. 2 MSc's na wang. De first time. Nature conservation policy, beleid, natuurbeleid, toerisme en omgeving, environment. Dankjewel, mevrouw. Dus mensen, dat we volgen als systeem, we roepen iedereen op om zich aan te sluiten bij de web. Want we hebben een volk dat we of de moral, boom alternatief, de ego in Akondere om Suriname in zijn diepe put te halen. En dat is de badbot. Ciao, ciao. What's up? Ciao. En met deze prachtige laatste woorden voor dit moment sluiten wij ook onze live af. Ja, u heeft een beetje geproefd wat vandaag woord bij daad is. U ziet, we nemen onze kinderen mee. En wat Tabassi altijd zegt, als kinderen plekken zijn en ze hebben plezier, betekent dat die plek een goede plek is. En u ziet hoeveel plezier die kinderen hebben. Geen enkel kind klaagt dat het saai is, ze hebben het naar hun zin. Want Beb voelt al thuis, voelt als hun thuis. Dus ja, oké. Okay. Dan tot, wanneer is het? Zaterdag of als we tussendoor nog live komen. All the best. Boxside, yes.